بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Beste kijkers ik heet jullie wederom van بأن welkom bij een nieuwe les En toen waren, uh, hebben we gekeken vanuit het Nederlandse uitlegboek wat we tegen gaan komen. Nou, vandaag gaan we verder met les 3, maar dan vanuit het Arabische tekstboek. En dat is dit keer op bladzijde 23. Oké. Okay. Thalithu, de derde les. Hè. Let erop dat je een fatha boven de Hamza wassal zet. Hè. Nogmaals, er zijn hier en daar klinkers weggelaten. Waarom? Omdat klinkertekens eigenlijk hulpmiddelen zijn. Maar oorspronkelijk wordt het Arabisch geschreven zonder klinkers. Dus de schrijver, dokter Abdurrahim, die wil jullie alvast laten wennen aan het Arabische tekst zonder klinkers. Maar in de lessen gaan wij alle klinkers die ontbreken, gaan wij zelf handmatig erbij zetten, omdat wij nog aan het leren zijn. We zien hier een gesprek tussen Ahmed en Ali. ده أحمد is غير منصرف ده علي نيت يا yeah? أوكي okay. أحمد زخت كم yeah. كم طالبا في فصلكم يا علي كم طالبا هو في في فصلكم يا علي. En let op, fi geeft een kasra aan de laatste letter van het volgende woord. En fasel is één woord en kum is het volgende woord. Ja? Dit is het volgende woord. Uh, het woordje nakam, kam betekent hoeveel. In het Nederlands gebruiken wij de meervoudsvorm. Hoeveel studenten, maar in het Arabisch niet. In het Arabisch krijgt het woordje nakam, fatha. En hij staat in het enkelvoud. Dus letterlijk staat hier hoeveel student, Ja, Dat moet altijd uh, als je het vraagwoord kam hebt gebruikt. Kam betekent hoeveel. Hoeveel studenten zitten er in jullie klas, o Ali? Ali was eigenlijk met tenuin, maar die ja haalde ik weg. Nou, Ali zegt: Fie fasslina arbaata ashara taliban. Fi. Fas. Li. Na, nou, eigenlijk was het. Fas. Lu. Na. Maar die fi geeft een kassara aan de laatste letter van het volgende woord. Dus dan krijgt die laam een kassara. Fi. Fas. Li. Na, in onze klas. Arbaata. Vier. Ashera. Is tien. Taliban. Studenten. Oké. Okay. Nou, hier gaat het om, hè? Dit is het getal. 4 en 10 is samen 14. Oké. Okay. En dat is het getal, en dit is het getelde. Oké. Okay. Nu moeten we kijken naar de vorm. We hebben geleerd dat de getallen van 11 tot en met 19 altijd op een fatha eindigen. Uh, ze zijn mabini, dat wil zeggen onveranderbaar. Mabini, alal. Op, mebni op fat. Wat, wat wordt hiermee bedoeld? Onveranderbaar op een fatha. Dus ze eindigen ze eindigen op een fatha. Dus het getal van 11 tot en met 14 is mebni, onveranderbaar. Ze, hebben, ze krijgen allemaal een fatha. Dat is deze. Deze fatha hier. En deze van hier, want dit is het getal. Het gaat om het getalletje. Nou, de vorm van het getalletje hangt af van wat geteld wordt. Het getelde noemen we ma'adud. Kijk, 'adad' 'adad' is getal. Dat is 14. En ma'adud wil zeggen het getelde, het getelde. En dat is hier taliban. Oké. Okay. 'Adad' schrijf je zo in het Arabisch. A, da, doen. En ma, doet, schrijf je zo in het Arabisch. Ma, doe, -du doen. Het zijn dezelfde drie stamletters. A'in, dal en dal. A'in, dal en dal. Het zijn de stamletters. Oké. Okay. Eerst kijk je naar het getelde. Dit is mannelijk. Dan moet de tiental ook mannelijk zijn. Want je hebt twee. Varianten van 10. Je kan zeggen ashara. Of je kan zeggen asharata. Zie je? Beide betekenen 10. Maar deze is mannelijk, deze is vrouwelijk. Omdat het getelde mannelijk is, moet de tiental ook mannelijk zijn. Dan gaan we naar het getalletje 4. Vanaf 3 tot en met 9 moet het getalletje de eental. He, de eental, die moet het tegenovergestelde zijn qua geslacht van het getelde. Nou, als dit mannelijk is, dan moet het getalletje 4 vrouwelijk zijn. En daarom zie je hier die ta marbuta. Want je hebt ook een andere, dat is arba'a. Arba'a, dat betekent ook 4, maar die is mannelijk. En arba'ata is vrouwelijk. Dus omdat dit mannelijk is, moet het getalletje 4 vrouwelijk zijn. Dus, dit is vrouwelijk omdat die mannelijk is. En dit is mannelijk omdat die mannelijk is. Waarom eindigt het getalletje 4 en het getalletje 10? En dat is nu samen 14 geworden. Waarom eindigen ze op een fatha? Want van 11 tot en met 12 moet altijd eindigen op een fatha. En ze zijn mabni. Je kan ze niet beïnvloeden. Behalve het getalletje 12, dat is Isna. Of isneta voor vrouwelijke. Daar kan deze elif, deze elif hier, die kan veranderen in een ja. Weet jullie nog? Die kan veranderen in een ja met sukoon. Wanneer gebeurt dat? Nou, die elif gebruik je voor de dhamma positie. En die ja gebruik je of voor de fatha of kasra positie. En dat had ik voor, daar had ik voor jullie een uh, aantekening gemaakt. Hè? Weet jullie nog deze? Aantekening. Dan zie je hier. Ithna, ashara, taliban. En tussen haakjes had ik die vorm laten zien. Waar die Alif veranderd is in een ja. Dat gebruik ik voor de Fatha en Kasra positie. Dat geldt ook hier bij vrouwelijke vorm. Deze Alif kan in een ja veranderen. Dus het getalletje 12 is mu'rab. Mu'rab betekent veranderbaar. En voor de rest is alles onveranderbaar. En eindigt het getalletje altijd op een Fatha. Oké. Okay. Dus nog een keer. Ahmed vraagt: hoeveel studenten zitten er in jullie klas, O oh Ali? Ali zegt: in onze klas zitten er 14 studenten. Dit is mannelijk, dan moet het tiental ook mannelijk zijn. Want die tiental komt altijd overeen. Het getalletje 3 tot en met 9 is het tegenovergestelde qua geslacht. Daarom is getalletje 4 vrouwelijk, omdat het getelde mannelijk is. Het getalletje wat ik in het geel heb gemarkeerd, noem je Aded, getal. Uh, zo, geel. En wat hier in het blauw staat, dat is de ma'adud, het getelde. Oké, okay. nu zegt Ahmed, uh, even een rode pen. Ahmed zegt, At-tulabu, at de studenten, fi faslina. akthar. De studenten, fi, in, faslina in onze klas. Aksaru is meer. Aksar betekent meer. En dit is een uh, vergrotende trap, he, tafdil. En die is altijd Germoed Sarif. Aksar komt van het woordje Kasir. Kasir betekent veel. En akthar betekent meer. Ze so, kijk maar zelf de stamletters. Kaaf, Sa en Dara. Hier ook. Kaaf, Sa en de Ra. Alleen heb je deze drie stamletters in de mal gegoten van Afalu. Adpoolabu fi faslina akthar. De studenten in onze klas zijn meer. Fihi, in hem, namelijk in de klas, is taliban. Ja, Ali, masmut. الطالب الجديد الذي جاء أمس Ok. dus hij zegt wie in hem wie is die hem wie is deze hem die hem gaat terug naar فصل فصل betekent klas en klas is mannelijk dan moet je ook het mannelijke vorm gebruiken eigenlijk was het hoe hoe maar hoe wordt hij als daarvoor Een ja staat met een soekoen. En dat is ook zo. Kijk, hier heb je die ja van het woordje fi. Die, die eindigt op een ja met een soekoen. Dan moet je die hoe veranderen in hi. Ja? Oké. Okay. Fihi. In hem. Namelijk in de klas. Tisaata ashera taliban. In de klas zitten er 19. Tisaa is 9. Ashara is 10. Samen is het 19. In de klas. Zijn er 19 studenten. Oké, okay, dit is het getelde. De ma'adud, die is mannelijk. Dan moet dat tiental ook mannelijk zijn. En het getalletje drie tot en met negen is het tegenovergestelde qua geslacht van de ma'adud. Dus deze is vrouwelijk. Kijk maar. De marbuta. En het getalletje eindigt op een fatha. Waarom? Het is mabni alil fatha. En waarom eindigt ma'adud, de ma'adud? Het getelde in een fatha, dan is de antwoord daarop, want het is tamyiz, weten jullie nog? En tamyiz, dat krijgen we nog in de komende lessen. Tamyiz eindigt altijd op een fatha. Dus ze eindigen beide op een fatha, alleen de reden is anders. Het getalletje, dat is mebni alil fath, dat is standaard zo, van 11 tot en met 19, behalve 12, die is natuurlijk wel veranderbaar. En het getelde... Uh, Bij 11 tot en met 19, dat is Tamirs, en Tamirs is ook altijd in okay. de fatha positie. Oké, Fihi tisata taliban. Ja, Ali, Ali, masmo, wat is de naam van? Al-Talibi, van de student, Al-Jadidi, de <inaudible> nieuwe, Al-Lazi, hier komt de Shadda.

En dan is dit Sifa. Dus deze twee horen bij elkaar. En deze twee horen bij elkaar. Of moet ik hem groen maken zo? Kijk. Die twee groenen zijn samen een Mudaf-Mudafile constructie. En dit gele hier, dit talib, is met het gele hier, Jadid, Mosuf sifa constructie. Dus wat is de naam van de nieuwe student? Alladhi. Die. Alladhi betekent die. Ja'a. Ja'a is een werkwoord. En ja'a betekent hij is gekomen. Hij kwam. Hij is gekomen. Je mag het op twee manieren vertalen. Verleden tijd of voltooid verleden tijd. En dit is een werkwoord in de, in de, in de verleden tijdsvorm. Alladhi ja'a amsi. Die is gekomen gisteren. Dus nog een keer. Au'ali. Ali. Die tenuin is weg door de ja. Wat is de naam van de student, de nieuwe? Oftewel, de naam van de nieuwe student die gisteren is gekomen. Nou, nu gaat Ali antwoord geven. Ik hou even deze aantekeningen weg, anders kan ik geen klinkers zetten. Ali zegt, Ismuhu, zijn naam is. أسامة أنا أسامة اسم غير منصرف سنام إس أسامة أحمد زخت هو طويل جدا هاي إس لانغ أرخ هاي إس أرخ لان أو هاي إس هيّ لان جدا بتيك أرخ أو هيو أليس كذلك أليس كذلك كذلك بتيكن زو Allees kazalika betekent, is dat niet zo? Hij is erg lang. Is dat niet zo? Ali zegt, Ali zegt, bala, ja, jawel. Bala betekent, jawel. Jawel. Hua, tawilun, hij is lang, jidden, erg. Kijk, hier moet je niet naam antwoorden. Hè? Uh, hij is, dus hij is erg lang. Lang, is dat niet zo? Dan moet je antwoorden met jawel. Als je zegt ja op zo'n vraag, dan uh, bevestig je de negatieve. Dus oftewel, hij is niet lang. Dus daarom zeg je bala, jawel. Bala, jawel, huwa tawilun jiddan. Walakina, maar. Walakina betekent maar. En walakina is de zus van inna. Dus je hebt een ismo لكن ان لكننا لكن ولكن حامدا مر حامد كيك حامد اسمه لكن ادي كره فتحه اسمه لكن كره فتحه ايف زو ما بينتش ديت اسمه لكن مر حامد يا واتي سمت حامد

Innahu, voorwaar hij. Kijk, hier heb je het woordje. Inna. Dus hier moet je een ismo inna hebben. En een khabaru inna. Ismo. Inna. En een chabaru inna. De ismo inna, dat is die hoe. Maar hij. Of nee, voorwaar hij. Atwalu. Hij is langer. Innahu, atwalu. Talibin. Hij is de langste student. Dit is mudaf, en dan is dit mudaf iley. Dus atwal, kijk atwal, daarover kan je zeggen. Het is de khabaru inna, maar het is daarnaast ook nog mudaf, en daarnaast is het ook nog ismo tafdil. En talibin hier is mudaf iley. Daarom heeft hij een kasra. Zo. Kijk, dit is Ismo Tafdil, die wordt als mudaf gebruikt. En die is dan Modaf-Ile. En dit is ook nog de Ghabaro-Inna van hoe. Hoe is Ismo-Inna? Hier uh, zo, Ismo-Inna. Inna ja, ho inna. Inna Atwalu Talibin, Fi-Faslina. Hij is de langste student in onze klas. Fi-Faslina. En dan heb je drie puntjes, een moment van stilte. Waman atwalu talibin fi faslikum? En wie is de langste student in jullie klas? Waman atwalu talibin fi faslikum? En wie is de langste student in jullie klas? Dit is ismo Tafdil en hij is Modaf. Dan is het Modaf Ili. Ahmed zegt: Atwalu talibin, de langste student. Fi faslina in onze klas. Ibrahim, dat is Ibrahim. De langste student in onze klas is Ibrahim. Dit is Ismutafdil en hij is modaf. Dan is dit modaf ilay. De langste student in onze klas.

Inna pakken. jamilun, jiddan. Inna, voorwaar. Kijk, je hebt inna. Dan waar is ismo inna? Dit is ismo inna. En dit is de khabaru inna. Inna khattaka jamilun, jiddan. Voorwaar, jouw handschrift. Khattaka, khattun. Khattun betekent handschrift is handschrift. Handschrift. Maar omdat het ismo inna is, dan krijgt het geen damma, maar een fatha. Voorwaar, jouw handschrift, wat is er mee? Hier, nu komt de ghabar. Ghabar inna. Jamilun is mooi. Jidden, heel, is heel mooi. Masha Allah, Masha Allah. Masha Allah betekent letterlijk. Uh, zoals Allah het heeft gewild. Zoals God het heeft gewild. En waarom zeggen ze dit altijd? Omdat de Profeet Vrede en Zegeningen Zij met Hem heeft gezegd. Dat boze oog, hè, dus zeg maar een soort van jaloezie, dat is, dat is waarheid. Daarmee kan je iemand kwaad, uh, kwaad doen zonder dat het je bedoeling is. Dus dat, uh, als je iets moois ziet of iets goed ziet in iemand. Uh, en, je, ver, uh, en, je, en je, raak, je verwondert jezelf daarover, hè? Je, 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 je vindt het heel mooi, dan moet je altijd zeggen, Masha'Allah, zoals God het heeft gewild. Dat is een soort uh, gebed, zeg maar, wat je uitspreekt, uh, om te voorkomen dat je die persoon onbewust kwaad berokkent met het boze oog. Ja? Dus de profeet heeft gezegd, Al-aynu haq. De boze oog, dat is waarheid, dat is echt iets. Dat is niet gewoon wat men verzonnen heeft. Dus in de Islam wordt dat ons zo aangeleerd. Zie je iets moois aan iemand? Hij heeft bijvoorbeeld een mooie handschrift of hij heeft een mooi kindje of een mooie auto en eh, dan kan je dat zeggen van wat is het mooi? En dan zeg je altijd erbij, masha'allah, zoals God het heeft gewild. Wat zegt Ahmed dan? Shukran. Shukran betekent dankjewel. En dat eindigt altijd op een fatha. Waarom? Omdat het is, het is mef'ul mutlak. Mef'ul mutlak, dat gaan we nog krijgen. Ja? Shukran, dankjewel. Ja, Ali. Gatti, mijn handschrift, jamilun, is mooi. Wa khattuka en jouw handschrift, ajmalu, is mooier. Is mooier. Nu zegt Ali, man, haselfatelledi, wie is deze jonge man die maaka samen met jou is, ja ahmadu. Man haselfatelledi, maaka ja Ahmadou. Ka'annahu, het is alsof hij, ka'anna betekent, het is alsof, en dit is ook een zus van Inna. Dus we hebben twee onderdelen, ismo. Ka anna. En we hebben. Chabaru. Ka anna. Oké. Okay. De ismuka anna krijgt fatha. Ka anna, hoe? Het is alsof hij. Die hij, dat is de ismuka anna. Oké. Okay. Het is alsof hij. Ja, wat is er met hem? Het is alsof hij wat? Nu komt de ka anna. ka. jouw broer is. Dit woordje achu broer van jou dat is een, een gabberu ka'anna want dat woordje ka is een aparte woord, dat woordje ka kijk, agu betekent broer van en ka betekent jou, dus die ka is een aparte woord, als er nu wordt gevraagd, wie is nou de gabber agu of die ka, dan zeg je agu. Agu is de gabber van ka'anna dus hier heb je ka'anna, dit is de ismo ka'anna

Nu zegt Ali, aakbaru minka, is hij groter dan jou? Deze eerste a, dat is Hamza, uh, Hamza isti'fham om vraag te stellen. Is hij groter dan jou? Hoe is hij? Aakbaru minka hoe is hij? Ouder dan jou, hier letterlijk betekent Akbar groter, maar hier ga je het vertellen met ouder. Is hij ouder dan jou, am, of, asgaru, jonger. Asgar betekent letterlijk kleiner. Maar hier wordt bedoeld groter en kleiner met betrekking tot leeftijd. Dus dan zeggen we ouder, of, niet kleiner maar, jonger. Zo, slash jonger.

In welke slaapplek ben jij? Ja, Achie, oh mijn broer. Um, ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met een campus. Dus uh, bij de universiteiten dan heb je ook slaapplekken waar de studenten verblijven. Ik moet heel even gaan spiegelen hoor. Als ik mij niet vergis, was dat een slaapplaats? Mahja, ja, Mahja betekent slaapplaats. Maar hiermee wordt bedoeld in welke uh, gebouw verblijf jij van de universiteit, campus. Dus in welke slaapplek uh, ben jij, o oh, mijn broeder? Ahmed zegt, ana fil mahja'il ghamisi. Ik ben in de slaapplek al ghamisi, de vijfde. Dus deze twee horen bij elkaar. Dit is de man'u, uh, Naad en dit is de manoud of dit is de mausouf en dit is de sifa. Ik ben, Anna, ik ben, fil. En die fil geeft kasra aan hem. En deze volgt de klinker van het vorige woord. Ana fil mahja'il khamisi. Ik ben in de vijfde slaapplaats. Mahja.

En an geeft een kasra aan het volgende woord. Dus nog een keer. En hij is. F, uh, en hij is ver. Ja, jidden. Erg. En hij is erg ver. Van de universiteit. Dus waarschijnlijk gaat hij met de fiets of met de bus naar de universiteit toe. Nu zegt Ali. Anna viel. Mahjaj 8. Ik ben in de achtste slaapplek. Wahuw en hij is abadu verder weg, verder weg. Min van mahjajkom van jullie slaapplek. Ja. Dus dit is is moet en die min betekent dan. Dus nog een keer. Ik ben in de achtste slaapplek. Dus de achtste gebouw waar studenten slapen. En hij, en hij is verder weg dan jullie slaapplek. Oké. Okay. Ahmed. Ayyuhuma ahsan. Ayyuhuma bestaat uit twee woorden. Ayyuhuma betekent welke. En huma betekent die tweeën. Welke van de twee. Dus welke van de twee. Welke van de twee. Ahsan is beter. Ahsan betekent beter. Welke van de twee is beter. Dan zegt Ali. Al mahja'ul. Al mahja'ul. Chamisu ahsan. De vijfde slaapplek is beter. Waarom eigenlijk? Fa inna fa want. Fa betekent want. Want. Inna, inna betekent voorwaar. hu, ghurafa betekent kamers. Kamers. En die heeft een fatha omdat het Ismo Inna is. Dit is Ismo Inna. En dit is khabaru Inna. Ausa'u. saou betekent ruimer. Ruimer. Oké. Okay. Kijk, als je Inna hebt, dan moet je twee dingen hebben: Ismo Inna en khabaru Inna. Ghurafa. Zonder die hoe. Ghurafa betekent kamers. Enkel fout is Gourfatoun. Gourfatoun. Zo, rhoorfatun betekent kamer. Rhoorafun uh, betekent kamers. Maar hier heeft die fa een fatha, want het is ismo inna. Want voorwaar uh, zijn kamers. Wie is die zijn? De vijfde slaapplek. Want voorwaar, de kamers van de vijfde slaapplek. is ruimer. Dit is een chabaru inna. zahu. En zijn ramen. Ramen. Kijk, dit is ook weer ismu inna. Dus die ga ik ook geel kleuren. Nawafiz betekent ramen. En fout is navizatun. Navizatun. Oké. Okay. Want ze en zijn ramen akbaru. Zijn groter. En dit is de tweede ghabar. Ghabaru inna. Wamarahidahu en marahid uh, is meerfald van mirhad mirhad betekent wc mirhadun is wc en marahidahu betekent zijn wcs dus is meerfald van wcs en zijn wcs dus dit is de derde ismo inna anfadu anfadu betekent schoner. En dit is de derde. Gabaru Inna. Dus nog een keertje. Ik ga deze even groen maken. Zo. Zo. Kijk, als je Inna hebt, dan heb je twee dingen. Je hebt een Ismo. Inna. En je hebt een Gabaru. Inna. Zo. Oké. Okay. De ismo inna die heb ik overal geel gekleurd en de khabaru inna die heb ik blauw gekleurd. Nou kijk maar. Hier is de inna en hier is de eerste ismo inna en hier is de eerste khabaru inna. Hier is de tweede ismo inna en hier is de tweede khabaru inna. En hier is de derde ismo inna en hier is de derde khabaru inna. Wa was-sura surura surur, surur.

Maar dat is voor mannelijke woorden. Je hebt ook allati. Dat wordt gebruikt voor vrouwelijke woorden. Waarom hebben ze hier voor vrouwelijke woorden gebruikt? Uh, dus uh, voor de vrouwelijke variant. Want bedden is meervoud zonder verstand. Dan wordt het behandeld als vrouwelijk enkelvoud. Daarom zeggen ze allati. En de bedden die, fihi, in die gebouw zijn. Wat is er mee met die bedden aan de hand? Ajmalu, zijn mooier. Dit is dus de vierde. Vierde inna. Eerste ismo inna. Eerste gabaroo inna. Tweede ismo inna. Tweede gabaroo inna. Derde ismo inna. Derde gabaroo inna. Vierde ismo inna. Vierde gabaroo inna. Zie je dat? En deze hi was eigenlijk hoe. Maar die hoe wordt HI als daarvoor een ja staat met sukoon En dat is ook zo. Kijk maar, die, hier staat een ja. En die ja, dat hoort bij het woordje vi. Vie betekent in. Oké. Okay. Dus we zijn veel ismo tegengekomen en we zijn veel ismo inna en gabaro inna tegengekomen. En ook de zussen van Inna zijn we tegengekomen op de vorige bladzijde. We hebben Ka'anna gezien en we hebben, als ik mij niet vergis, Lakina gezien. Hier zo, Lakina. Goed, dat was de tekst. Nou, dan gaan we over naar de oefeningen. Let op bij de oefeningen, daar zijn ook uh, uh, oplossingen bij. En die vind je achter in het boek, ja? Dus als we helemaal achterin scrollen. Dan moet je goed de koptekst in de gaten houden. Kijk hier. Oplossing van de oefeningen van les 23. Maar we hebben les 4 nodig. Dus gaan we een beetje terug bladeren. Kijk, hier zijn de oplossingen van oefeningen van les 3. En kijk, hier begint les 4. De antwoorden. Dat is op bladzijde 259. Oké, okay, we gaan terug naar de les. Ja, hier zo. Oké. Okay. De oefeningen zijn belangrijk, want dan... Uh, krijgt de grammatica regels zeg maar een plekje in je hoofd? Ja, hier zo. Goed. Tamarino, oefeningen. Opdracht 1. Geef antwoord op de volgende vragen: Kam taliban fi fasli Ahmada? Hoeveel studenten zitten er? Fi uh, zitten er? Fasli in de klas van Ahmada? Kijk, dit is Mudaaf. Dit is Modaf. En dan is dit Modaf Ilay. Modaf Ilay moet altijd Kassera hebben. Maar Ahmed is Germoun Sarif. In plaats van een Kassera krijgt het een Fatha. Ja? Hoeveel studenten zitten er in de klas van Ahmed? Uh, hoeveel waren dat? Even spreken. In de klas van Ali heb je veertien. En in de klas van Ahmed heb je negentien. Negentien studenten. 19. كم طالبا في فصل علي؟ كم طالبا، اوفول studenten في، زتا إر ان فصل علي؟ In the van علي. And in van علي was it uh, 14. من أطول طالب في فصل أحمد؟ Wie is أطول؟ The Student Talibin. atwalu Talibin betekent de langste student. Fi in Fasli Ahmeda. In de klas van Ahmed. Uh, dan moet ik ook weer gaan spieken. Wie was dat ook alweer? Ahmed zegt Atwalu Talibin, fi Faslina, Ibrahim. Dus Ibrahim is de langste student in zijn klas. Woman atwalu talibin fi fasli aliyin? En wie is de langste student? Women atwalu talibin. En wie is de langste student? Vi fasli Alien. En wie is de langste student in de klas van Ali? moet ik even gaan spreken. Ik heb het boek ook hier in gedrukte vorm. Anders kan ik gewoon zo. Spieker, hoef ik niet op het scherm te bladeren? Uh, dat was Hamid. Ja, Hamid, Hamid is de langste student in de klas van Ali. We gaan we naar de volgende opdracht. Plaats dit teken voor de juiste zinnen. En plaats een kruisje voor de onjuiste zinnen. Nou, laten we kijken naar de eerste stelling. al Palibu al-jadidu al-lazi ja'a amsi ismuhu usama. al Palibu de student. Al-jadidu, de nieuwe. Al-lazi, die, ja'a. Is gekomen. Amsi. Gisteren. Maar die Amsi. Die ga je mengen aan deze scene. Want deze Hamza is Hamza Tulwassel. Amsis. Amsis muhu, Zijn naam is Osama. Klopt dat? Is zijn naam Osama? Ja, klopt. Vraag nummer twee. Of stelling nummer twee. Hamidun. Fi. Fasli.

De achtste slaapplek zijn kamers zijn ruimer. Dat, dat is niet zo. Die stelling, deze stelling is fout. En dan de vierde stelling. Al-mahja'u as-thamino. De achtste slaapplek, ab'adu, is verder weg. Minal-mahja'i. Waarom i'i? Waarom kasra? Door min. Hè? Min geeft de kasra aan het volgende woord. En dit is Mosuf. en dan is dit Sifa. Deze neemt de klinker over van het vorige woord. Omdat deze twee horen bij elkaar. Het is een bijvoeglijk naamwoord samenstelling. De achtste slaapplek is verder dan de vijfde slaapplek. Dat klopt. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende bladzijde. Dan komen we daar opdracht nummer drie tegen. Lees de volgende voorbeelden van Ismo Tavdin. هاشم طويل هاشم is long وحامد اطول منه ان حامد is longer than him آمينة صغيره امينه is klein وزينب اصغر منها ان زينب is kleiner than her كيكه ووردش مين بتيكن دان En min geven kasra aan het volgende woord. Maar waarom heeft dit geen kasra? Deze en deze. Want dit zijn dama'ir. Hè? Damir. Meervoud ervan is. Dama'ir. Die zijn. Mabini. Dat wil zeggen. Hun klinkers kunnen niet beïnvloed worden. Ze zijn onveranderbaar. Waarom is dat zo eigenlijk? Omdat, kijk. Je hebt bijvoorbeeld k. K betekent jouw. Als dit beïnvloedbaar zou zijn, en ik zou hier bijvoorbeeld Min ervoor zetten, dan zou het Minki worden. En dan is dit van mannelijk naar vrouwelijk gegaan. Daarom zeggen ze de Damir, meer wat is Damair, zijn Mabni, onveranderbaar. Ja? Maar je kan wel zeggen ze zijn in de Kasra-positie hier. Want hiervoor staat Min, Harfjar, dan is dit Isa Maar omdat het Mabni is, dan laat je die klinken zoals ze zijn. Oké, okay, nou, we zien hier een aantal zinnetjes. Die moeten we gewoon lezen. Hathal kitabu, kitabu ashalu as min zaka. Dit boek ashalu, betekent is makkelijker. Min zaka, dan die. Dit boek is makkelijker dan dat boek. Zaka betekent dat, die of dat. نمتشتوي هذه السيارة أجمل من تلك ديزا أوتو إس موير داندي هذه السيارة أوتو إس فراولك إن الأرابيس تسيا عند دتا مربوطة أن ديزا مربوطة ديزا أوتو أجمل إس موير أجمل من تلك تلك is فراولك فورم. Van zaken. Zaken is mannelijk, tilka is vrouwelijk. Waarom zegt ze hier tilka en niet zaka? Omdat auto is vrouwelijk. Ja? Deze auto is mooier dan die, oftewel dan die auto. Nummer 3. Hamza is naam van een jongen. Hamza Akbaru is uh, ouder, minni dan mij, zinnen qua leeftijd qua leeftijd en waarom heeft die zinnen een fatha? want je hoort het al, je zegt qua en qua wordt in het Arabisch genoemd tamiz. Tamiz is altijd in de fatha positie. Alleen het begrip tamiz die gaan we nog krijgen in de komende lessen. Hamza is groter dan mij qua leeftijd, oftewel Hamza is ouder dan mij. Nummer 4. Ha'ula'i. Ha'ula'i is meer van. Haza. Ha'ula'i tulla'bu. Deze studenten. En ha'ula'i eindigt altijd op een kasra. Ha'ula'i is mabni. Onveranderbaar. al al -kasr. Op de kasra. Hij eindigt altijd op een kasra. Deze studenten, ahsanu, zijn beter. Ahsan betekent beter. Min, dan. Min betekent dan. Ulaika. Ulaika. Op die wou plaats je geen te uh, tekens. Helemaal niks. Ulaika betekent die. Deze studenten zijn beter dan die studenten. En ulaika is meer van, van zaken. zaka of tilka. De meervoudsvorm is Ulaika. Deze studenten zijn beter dan die. Nummer 5. Beiti, mijn huis. Beiti, mijn huis. Aba'adu is verder. Anil madrasati. Verder weg van de school. Kijk, aangeeft kasra aan het volgende woord: Mijn huis. Is verder weg van school, min dan en min geeft kastra aan de laatste letter van het volgende woord. Dus deze taak krijgt een kastra, B. Tika. Mijn huis is verder weg van school dan jouw huis. Ja? abad betekent ver. Komt van, van Baid, baid betekent ver en abad betekent Verder. Hè, verder weg. Mijn huis is verder weg van school dan jouw huis. En die van school, dan doe je aan erachter. Als je wil zeggen in het Arabisch, ver van iets, dan gebruik je het woordje aan. Na het woordje ver of verder. Abad is natuurlijk de ismoetafdil van ba'idun. Ba'idun. Oh, sorry, even netjes schrijven. Ba'idun betekent ver. En abad betekent verder dan of verder weg. Nummer 6. Hua asgaru, minna, sinnen. Hua, hij is asgaru kleiner, minna dan ons, sinnen qua leeftijd. Oftewel, hij is jonger dan ons. Nummer 7. Gatti, mijn handschrift? Mijn handschrift. Wat is er mee aan de hand? Ahsanu is beter of mooier. Je mag ook zeggen mooier. Min gatti ka, want min geeft kasra aan de laatste letter van het volgende woord en dat is deze ta. Khatti ahsanu min gatti ka. Mijn handschrift is beter dan jouw handschrift. Maar deze k is als je wanneer je tegen een Mannelijk persoon praat. Praat je tegen een vrouwelijk persoon, dan zeg je ki. Ghattiki. Zie je dat? Die ta heeft een kasra door min. Deze kaaf heeft een kasra wanneer je tegen een vrouw praat. Maar praat je tegen een man, dan zet je die kasra of dat streepje, erboven, dan wordt het een fatha. Ghattika. Nummer 8. shari'u. deze straat. A Shariu deze straat aan Zafu is schoner. Uh, sorry. Zafu is schoner. Deze straat is schoner. Min Zalika. Dan die. Zalika is hetzelfde als Zaka. Zaka en Dalika is hetzelfde.

Nummer 10, Hadi Hisaraatu. Ha -hisa Deze horloge Argasu. Archasu betekent goedkoper. Goedkoper. Dit horloge is goedkoper min tilka dan die. Waarom tilka en niet zaka? Waarom niet zaka? Want zaka is voor mannelijke woorden. En het gaat hier om horloge. Horloges is vrouwelijk, dus dan gebruik je tilka. Dit betekent mannelijk en dit betekent vrouwelijk. Dit is het symbool van mannelijkheid, dit is het symbool van vrouwelijkheid. Oké. Okay. Dat was opgave 3. Dan gaan we naar opgave 4. Maak van de volgende woorden zinnen door gebruik te maken van de ismoetafdel. De vergrotende trap. We hebben drie woordjes. Hashimun, Tawilun, Uthmanu. Hashim is naam van een jongen. Tawilun betekent lang. En Uthmanu is ook naam van een jongen. Dan zeggen we. Hashimun. Oh, sorry. Hashimun. Atwalu. Hashim is langer. Min dan. Als Kijk, als maan moet kasra krijgen door min. Als maan. En die noon moet eigenlijk kasra krijgen door min. مامدات عثمان غير منصاريفس، كراختت in place من كسرة، ان فتحها. هاشمٌ أطول من عثمان. Yeah. يا؟ زين، القاهرة، كايرو، القاهرة، كبيرٌ، الرياض. رياض is ook een stad مدام فان سعودي القاهرة القاهرة كايرو أكبر is أكبر كايرو is groter أكبر من الرياض الرياضي يا... كسرة دور مين ما دي سكون خايك بيخ حالا وانت تمينة مت ديزا شدة نسا دي فتحة القاهرة أكبر من الرياض كايرو اس خروتر دان رياض Mijn handschrift is een beetje slordig, want ik ben niet gewend om op een tablet te schrijven. Maar die antwoorden kun je natuurlijk vinden. Hè? Op bladzijde, als ik mij niet vergis, 255, achterin in het boek, ja? vind je de oplossingen van deze opgave. Maar dat, is, dat dient voor nakijken. Hè? Dus niet afkijken, maar voor nakijken. Je gaat het eerst zelf proberen en daarna ga je het nakijken. En je leert van je fouten, dus fouten maken is goed, ja? is niet erg. Nummer 3. Hazal funduku. Ha funduk betekent deze hotel. Nazifun betekent schoon. En Zaka betekent die. Oké. Okay. Anzafu Anzafu Oh sorry, met een dom hè. Anzafu min zaka. Deze hotel is schoner dan die. Dan gaan we naar het volgende. نمت اللغة العربية سهل اللغة الفرنسية أوكي okay. اللغة العربية هي سهل هي اللغة الفرنسية فرنسية بتيك فرنسة تعال

اللغة العربية لا أسهل اسمك لك من ما من هاي كوبلا من اللغة من اللغة الفرنسية Zo, so, Deze is Mausuf Sifa. En deze is ook Mausuf Sifa. Ja? Bijvoeglijk naamwoordconstructie. al tol Arabiyatu, ashalu, mina loga til Want die min geeft de kasra aan hem. En deze volgt de klinker van het vorige woord omdat ze een bijvoeglijk naamwoord samenstelling zijn. Mousuf, Sifa. Nummer 5. Anna, Kabirun, Hua. Anna betekent ik, Kabirun betekent groot en Hua betekent hij. Dan wordt het. Anna, ik ben Akbaru. Anna Akbaru. En dan Minhu. Ik ben groter dan hij. Of dan hem. Nummer 6. Hua. Betekent hij. Sagiru. Betekent klein. En anta. Betekent jij. Oké. Okay. Hua. Asgharu. Ah, sorry. Asgaru. Hij is kleiner. Minka. Dan jij. Arabisch nicht möglich, das ist nicht moeilijk, hoor. Ist best makkelijk. Nummer 7. Arigialu. De mannen. Kathirun. Veel. Anisa'u betekent de vrouwen. Oké. Okay. De okay. mannen zijn meer dan de vrouwen. Dat wordt de zin. Arigialu. Arigialu. Akthirun. De mannen zijn meer. En dan minnen ni minnen ni sai. Zo. die min geef ik het een volgend woord. Arrijalu, aktheru minnen ni De mannen zijn meer dan de vrouwen qua aantal nummer uh, acht. anta of anti Ahs, uh, hasanun. Hassanun. hasanun betekent goed en Anna betekent ik nou dan wordt het anta je mag ook anti zeggen mag ook zo een keertje anti zeggen anti jij bent ahsanu beter ahsanu en dan Anna wordt minni min Nee, jij bent beter dan mij. Nummer 9. Almozo. Uh, banaan. Moos is banaan. Banaan. Rachison betekent goedkoop. Rachison betekent goedkoop. al -inabu betekent druiven. Druif. Of druiven. Dus banaan is goedkoper dan druiven. Dat moet de zin zijn. Almozo, groene kleur. Almozo, Archasso. Dus je moet de stamletters van dit woord gieten in de ismoetafdilmale, afa'alu, dan krijg je Archasso. Banaan is goedkoper dan. Minel aina bi. See? Banaan is goedkoper dan druiven. En dan nummer 10. Ashamsu. Ash Ashamsu betekent de zon. Ashamsu. Ash Ba'idun. En al-qamar betekent de maan. Dus de zon is verder weg dan de maan. wordt water. الشمس الشمس أبعد من القمر من القمر De zon is verder weg dan de maan. Oké, okay, dan gaan we naar nummer 5. Lees de voorbeelden. Verander in navolging ervan de volgende zinnen door gebruik te maken van de Ismo maar dan nu de overtreffende trap. Nou, bijvoorbeeld Muhammadun, Muhammadun, Talibun Hasanun. Mohammed is een goede student. Ja, deze twee is Moussouf Sifa constructie, bijvoeglijk naamwoord constructie. Man'oud Naad. Je mag ook zeggen Moussouf Sifa. Mohammed is een goede student. Maar nu zeg je, Mohammed zo Mohammed doet, talibin Muhammad Mohammed is de beste student, Fil Fasli in de klas. Ja, nog een voorbeeld. Haza beetun jamilun. Dit is een mooie huis. Dit is ook een bijvoeglijk naamwoord samenstelling. Daarvan gaan we maken haza ajmalu beetin fischari. Dit is de mooiste huis in de straat. Ja? dus die jamilun maak je ajmalu van en die beton maak je beitin van. Mudaf, mudaf

En deze alif ba jim, dat is een opzomming. Wij gebruiken ABC voor opzomming. In het Arabisch gebruiken ze alif, dan de ba, dan de jim. En bij die alif gebruiken ze een hamza de boven, ja? Goed, laten we die zinnen maken. Hazihi Rurfatun. Saliiratun. Oké. Okay. Weten jullie wat deze woorden betekenen? Dit is een kleine kamer. Dat is Moussouf Sifa. Nu moeten we van deze zin uh, een nieuwe zin vormen. En dan gebruik maken van tafdil. Oké, okay, dan wordt het. Hazihi. Hazihi. En dan pakken we dit. Die gieten we in de mal. Asgaru. Asgaru. En die. Dat, uh, het woordje ervoor, gurfa, die wordt moedafil gegeven. Asgharu gurfatin. Oh sorry, asgharu gurfatin. En dan beitina in onze huis. Dit hebben ze voor ons al opgeschreven. Hazihi asgharu gurfatin beitina. Dit is de kleinste kamer in onze huis. Zie je hoe je deze zin vormt? Je begint eerst met de Sifa, die giet je in de tafdeel Dil. En dan de mousuf, Die, die maak je mudaf ilei van die Ja, Laten we de tweede ook samen doen. Nummer twee. Bilalun. Bilal is naam van een jongen. Bilalun Laibun Hassanun. Bilal is een speler. Hassanun betekent goede. Bilal is een goede speler. Bijvoorbeeld een voetbalspeler. Masouf Oké, okay, wat gaan we doen? We gaan het tweede woordje pakken uh, als uh, ismoed of Dus we gaan zeggen Bilalun. Bilalun. En dan Hassanun maken we Ahsanu van. Ahsanu. نو أحسن بست لاعب ورد مضاف إلي لا لاعب بتيك سبيلر بلال أحسن لاعب في فريقنا بلال is the best in onze team. فريق team okay, رجل فقير ياسير is an arme man dit is mosof sifa oké okay. nou beginnen we eerst met ياسير ياسيرون en dan pakken we het tweede woordje en die gieten we in de mal van afalu faqirun wordt afqaru af

في قريتنا ياسير is the armste man in onze dorp هنا نمت شفير هذه ديت ساعة ان كلوكية رخيصة خدكوب رخيصة بتيك خدكوب نعم دار ما, ماكو فان هذه يا كلوكيا كانوك زين هورلوشيا yeah. هذه ادان رخيصة وات هذه أرخص أرخص أنا ساعة ورد مضاف إليه أه. في السوق في السوق في السوق بدك إن ذا ماركت ديت إس هاد خد كوبس تهرلوشة أب ذا ماركت يا يعني إن ذا ماركت أب ذا ماركت أرخصو. ديت إس هاد خد كوبس تهرلوشة أب ذا ماركت Soek betekent markt. Nummertje 5. Haza Darsun Sahloon. Dit is een makkelijke les. Darsun betekent les. Sahloon betekent makkelijk. Deze twee horen bij elkaar. Moussoussifa. Hier we ook bij het vorige zin. Oké. Okay, nou laten we de zin vormen. Haza. Dit is. Dan pakken we het tweede woord. Sahloon. Dat woord ashaloe.

en dan het eerste woord Mudaf Ili, tabibin Bin. Even kijken hoor. Moet ik heel klein schrijven. Pa Bi Bin. De dokter Zakaria is de beroemdste, hè, het meest bekendste dokter Fi Baladina in onze stad.

Nou, pak even een groene pennetje erbij. Al azharu. Uh, en dan pakken we, deze uh, twee woorden horen bij elkaar. Okay? We pakken uh, het tweede woordje, qadimatun. Dat wordt akdamu. Ak damu. Aq -damu. En dan het eerste woord wordt de modaaf ille. Jamiatin. Jamiatin. En dan filalami. Filalami betekent in de wereld. Azhar is de oudste universiteit op wereld of in de wereld. Ter wereld, zo zeggen we in het Nederlands. Ter wereld. Azhar is de oudste universiteit ter wereld. حسناً، رقم 8. الأستاذ داليرا الأستاذ نعمان. نعمان هو نام من أستاذ. آسوري. داليرا نعمان. مدرس. هو مدرس. حسن. جيد. نعمان. هو مدرس هذا بورد ال اس تازو الأستاذ نعمانو نعمان نعمانو نعمان أيضا حسن ورد أحسن أحسن مدرس وورد مضاف إليه مدرسين مدرسين في المدرسة The Lehrer is the best onderwijzer op school. In de school. Goed nummer 9. Haza darsun, sa'abun. dit is een les een moeilijke. Deze twee horen bij elkaar. Dit is een moeilijke les. Dat woord Haza. Asabu. Asabu darsin. Dit is de moeilijkste les. Fil In het boek. Maar dat is niet zo. We zijn het hiermee eens. Met deze zin. Haza fil kitabi. Dit is de uh, uh, meest makkelijkste les in het boek. En dan als laatste nummertje 10. Haza Haza. Dit is. faslun, een klaslokaal waar ruime, dit is een ruime klaslokaal. Dat woord, haza, en dan o sao, o en dan faslin, faslin, en dan fil kulliyati. Collegia betekent faculteit, faculteit. Dus dat woord, dit is de meest ruime klaslokaal in de faculteit. Oké, nummer 6, of opdracht 6: lees de voorbeelden. Verbind vervolgens elk van de volgende twee zinnen door gebruik te maken van La Kina. Weet dat lakinna tot de zusters van Inna behoort. Dus je hebt dan een Ismu lakinna en een Chabaru lakinna. Nou, we hebben eerst voorbeelden nodig. at Atullah De leerlingen zijn veel. Al-faslu De klaslokaal is klein. Dus deze twee zinnen moeten we aan elkaar verbinden door het woordje lakinna. Dan wordt het zo.

Wat gaan we dan doen? We gaan deze twee zinnen aan elkaar koppelen. Dan wordt het zo. Muhammad doen. Tabi Zo, en dan nu lakina. Je mag ook zeggen walaquina, dat mag ook, hè. Wala

En deze is vrouwelijk, ja. Yeah? Oké. Okay. Nou, dan wordt het als volgt. Zo. So, aminatu, mujtahidatun, lakinna. لكن اخ اغ... نيت اختها مار اخ تا اختها وان دي تا كتر فتحه وان دات اس خبا uh, وان دات اس اسم لكن لكن اختها ان كسلا اوكي okay. لما تشدري هذا الدرس طويل هو سهل أوكي هذا الدرس days less هذا الدرس طويل days less is long بنت هو هاي is سهل مكلك نعم دخلوا days two زنا أنو كا كوبلو دوه هي تسا لكن نتزاتة دو دورت هذا الدرس

لا كنه مرهاي سهل هاي اسم مكلك ما هاد اسم مكلك بنت هذا الدرس طويل لكنه سهل ديز لس اس لان مار هاد اس مكلك انا فوق بلد سيدة سيارة قديمة بنت

نها مزاي إس قوية قوية بنت so, سيارة قديمة من أوتو إس أوت لكنها مزاي إس قوية استرك. Dat is een beetje slordig. Even netjes opschrijven. Zo. Twee puntjes met de fatha. Oké. Okay, volgende zin. Achie, mijn broer, moet Hij is getrouwd. Moet azawijdjoen. Anna, ik ben azaboon. Vrijgezel. Oké. Okay, dat wordt het. Achie, mijn broer. Achie, mijn broer, moet azawijdjoen.

Ibrahim faqirun. Ibrahim is arm. Punt. Ammuhu, zijn oom, ghaniyun, is rijk. Jiddan, is heel rijk. Jiddan betekent heel of erg. Zijn oom is erg rijk of zijn oom is heel rijk. Oké, okay, dat woord. Ibrahimu. Ibrahimu. فقير إبراهيم أرم <applause> لكن لكن عم ادان فتحة بارم اسم لكن لكن عم ما هو مازن أوم غني جدا

جميل جدا جدا هي فتحة فتحية خير لكن لكن هو لا لا Kinnahu, maar hij is sagirun, hij is klein. Punt. Zie je? Nu, zo hebben wij van die twee zinnen één zin gemaakt door ertussen het woordje lakinna te zetten. En lakinna heeft altijd twee onderdelen. Ismu lakinna en gabaru lakinna. Ismu lakinna uh, komt in de fatha-positie, dus daar krijgt hij een fatha. Chabaru lakinna bevindt zich in de damma-positie, dus dat krijgt hij een damma. Ja? Oké, okay. nummer 7. Lees de voorbeelden. Voeg vervolgens Ka'anna aan de volgende zinnen toe, wetende dat Ka'anna tot de zusters van Inna behoort. Dus hier hebben we Ismu ka'anna en Chabaru ka'anna. Ismu ka'anna krijgt fatha omdat het in de fatha-positie bevindt. Khabaruka anna blijft zijn dhamma behouden. Want khabaruka anna bevindt zich in de dhamma-positie. Nou, Bijvoorbeeld. Man hazal fatha ka'annahu akhuka. Wie is deze jonge man? Het is alsof hij jouw broer is. Nummer 2. Man hazihit tiflatu. Wie is dit kind? Ka'annaha uchtuka. Het is alsof zij jouw zus is. Uh, even kijken. Nummertje één Hier zo. Hoa. Zamiiluka. Hij is. Zamiiluka. Hij is jouw collega. Dat wordt dan. K. Anahu, het is alsof hij ka'annahu zamiluka zie Za -ka. dit dat, dit is de bedoeling van de opdracht. Hier moet je ka'anna ervoor zetten. Ka'annahu zamiluka. Het is alsof hij jouw collega is. Nummer 2. Hiya batun. Zij is een dokter. Dan zeg je: ka Kaannaha ka babi Het is alsof zij een dokter is. Punt. Nummer drie: Hom. Tullabon. Zij zijn studenten. Dat woord. كأنهم هذا أصف زي طلاب ستودنت زي شفير أنت مريض يا بن زيك كأنك صحيح oh, كأنك مريض أوكي فايف هو مدرس جديد هايس اس اني دورتت كأنه كأنه مدرس En dan jadid, we moeten nog erachter. Maar dat past nu niet. Zet ik hem even eronder. Jadid doen. Zo, so, punt. En dan nummer zes. Anta. Nee, anti. Uh, anti. Jij bent ochtu de zus van Mariam. Dit is modaf Dan is dit moedaf ilay Maar Mariam is geen monsarief. Dus in plaats van een kasra krijgt ze een fatha. En Rer Mousarif kan nooit tenwin krijgen, dus daarom alleen een fatha. Anti Uhtu Mariyama. Jij bent de zus van Mariam. Dit is Modaf. En dit is Modaf ilay. Ja? Oké, okay, Dan wordt het. Ka Annaki. Ka. Annaki. Maryam. Het is alsof jij de zus van Mariam bent. Oh sorry, deze soekom moet natuurlijk een fatha zijn. Zo. Ka'annaki uchtu Mariam. Het is alsof jij de zus bent van Mariam. Dit is ismu ka'anna en dit hier is khabaru ka'anna. Waarom zeg ik alleen die uchtu want dit is modaf, modafile, ze horen samen. Dit zijn twee woorden. Eén van die twee is de gabaru ka'anna. Nou, wat weten wij van gabaru ka'anna? Die bevindt zich in de dhamma positie. Welke van de twee heeft de dhamma op zich? Uchtu. Dan is uchtu, deze, de gabaru uh, ka'anna. Oké. Okay. Dan gaan we naar oefening 8. ليس هات أحد عشر طالبا ألف طالباً اثناء ألين دي همزة فان هات خطالة شتفالة فيس همزة الوصل دارم سي هير ان صاد أربوفيا سون كلاين الصاد كيك ما يكزوم إن نزيم دار بوفستا Uh, even kijken hoor, waar zo

19 taliban, 20 taliban. Ja? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dit bestaat uit twee onderdelen. Dit is het getal. Dit is het getal. Dit is het getal. 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 En dit is de maadoud, het getelde. Oké, okay. en als we kijken naar van elf tot en met negentien, dan heb je een eental en een tiental. Dit is de tiental. Ashara, 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 Ashara. Dit is de tiental. En dit hier is de eental. Nou. 11 en 12, kijk, eerst moet je kijken naar het getelde, dat is mannelijk. Als het getelde mannelijk is, ja, zo, die hele kolom, dan moet de tiental ook mannelijk zijn. Oké. Okay. 1 en 2, dus 11 en 12, die moet dan ook mannelijk zijn. Maar vanaf 13 tot en met 19 is de eental vrouwelijk. Zie je dat? Waarom? Omdat het moet tegenovergestelde zijn... Van het getelde. Het getelde is mannelijk. Dan moet de eental van 3 tot en met 9 vrouwelijk zijn. Ishruna, dit zijn tientallen. Tientallen. Daar heb je andere regels bij. Dit is het getal. En dit is de Een Ishruna, dat is voor de damma-positie. Maar die wauw kan in een ja veranderen. Zo, in een ja. En dan krijgt hij ra, kasra. Isherina, dat kan ook nog. Isherina bestaat ook, dat betekent ook twintig. Maar dat wordt dan voor de andere posities gebruikt. Hoeveel posities heb je? Drie. Je hebt de dhamma positie, de fatha positie en de kasra positie. Woorden bevinden zich van nature in de dhamma positie. Maar als het bijvoorbeeld leidend voorwerp wordt, dan komt het in de fatha positie terecht. Of als er bijvoorbeeld bi ervoor staat. B, dan komen ze in de kasra-positie terecht. Dus drie woorden: posities heb je in het Arabisch. Nummer 9. Lees het volgende. Schrijf vervolgens de zinnen met de getallen die erin voorkomen in de letters op. Oké. Fil Fasli, 19 studenten. Fil Fasli, Taliban. Oké. Okay. We moeten dit stap voor stap doen. Fil. Fasli 19 en dan Taliban. Oké, okay, we kijken eerst naar Taliban. Dit is mannelijk. Dan moet de tiental ook mannelijk zijn. Oké, okay, eerst schrijf het Taliban op. Ta. Oh, sorry. Ta. Liban. Taliban. Wat is de mannelijke vorm van tiental? Ashara. Oké, okay, dit is mannelijk. Dan moet die ook mannelijk zijn.

We gaan eerst bij die eerste. Kitaben. Dat schrijven we eerst op. Kitaben. Oké, okay. die is mannelijk. Dan moeten we de tiental ook in mannelijk zetten. Ashara. En Ashara is in de fatha-positie. Oké. Okay. Het is vijftien. Nou, van drie tot en met negen moet tegenovergestelde zijn. Gam. Sa. Ta. Zie je? Gam. Sa. Ta. 15 sata ashara kitaban. Indi. Gham sata ashara kitaban. En twaalf. Oké. Okay. Eerst pakken we het woordje kitaban. Kitaban. Nou, dat, dit is mannelijk. Dan moet het tiental ook mannelijk zijn. Dan gaan we kijken... Naar de eental. Het is 12. 1 en 2 komt ook overeen qua geslacht. Dus dan zeg je hier: Isna. En hier deze kasra, die schrijf ik niet op. Waarom? Hamza na ja? Wasna ashara kitaben. Wasna ashara kitaban. Oh sorry, dit moest ik in het rood opschrijven. Dan is het consequent. Zo. Is, na. En omdat het Hamzatul toelassen is, haal ik hem weg. Wat is de vrouwelijke vorm van isna? Dat is. Is, na, ta. Zie je? Ik gebruik niet deze. Deze is fout vrouwelijk, want het getalletje 12, Kijk, als dit mannelijk is, dan moet dit ook mannelijk zijn. En dan moet het getalletje 2 ook mannelijk zijn. Vanaf 3 tot en met 9 is het tegenovergestelde. Oké. Okay. Nummer 3. Uh, Ra'a Yusufu Aleihis salamu fil manami elf kokeban. Yusuf, dat is een profeet van Allah. Yusufu 'alayhi salamu His Op hem is vrede. Tussen haakjes. Is een vredesgroet. Yusuf, alayhi salam. hij heeft gezien. Fil In de droom. Hij heeft in de droom gezien. Elf kokaben. Wat was kokab ook alweer? Sterren, als ik me niet vergis. Oké, okay, maar het gaat om elf. Nou, dit is de ma'adud. Die is mannelijk. Die schrijf ik even op. Kaukaban. Kaban. Oké, okay. die is mannelijk. Dan moet de tiental ook mannelijk zijn. En dan de eental. Nou, elf en twaalf, die komt ook overeen qua geslacht. Dan, dan zeg ik ahada. Ja, ahada, ashara, kaukaban. Wat is de vrouwelijke vorm van elf? Kijk, dat dat is Ihda, hier zo. Ehda, Asherat al Die Ihda, die gebruiken we niet. Maar we gebruiken deze. Ahada. Oké, okay. dan gaan we naar nummer 4. Dus het is belangrijk om eerst te achterhalen wat de ma'ad doet. Die ga je blauw markeren. Nou, als die mannelijk is, dan maak je de tiental ook mannelijk. Dat is altijd. Maar bij de eental moet je gaan kijken. Vanaf 3 is het tegenovergestelde. Nummer 4. Ik heb, Indi, ik heb 20 rial. Ik heb 20 rialen. Hoe zeg je 20 in het Arabisch? Hier hoef je niet te kijken mannelijk of vrouwelijk, want je hebt geen vrouwelijke vorm van 20. Of mannelijke vorm heb je ook niet. Dus ishruna blijft blijf je Indi, ishroona rialen. Ik heb 20 rialen. Nummer 5. Kam, hoeveel? Foendou kan. Hoeveel hotels? Phi is er in. shari'i. in deze straat. Hoeveel hotels zitten er in deze straat? Dan zegt die meneer. Phi in de straat. 13. Foendou Doe kan. In de straat zijn er dertien hotels. Oké, okay, dit is de ma'doe. Die schrijf ik op. Fun. Doe kan. Fun. Doe kan. Oké, die is mannelijk. Dan gebruiken we ook mannelijke tiental. Asherah. Dan moet ik kijken naar. Hier zo, die eental. Dat is drie. Oké, okay, nou drie is dan tegenovergestelde. Dus vrouwelijk vorm. Salah Sata. Dus, Fihi salah sata Ashara funduqan. Nu kan iemand vragen aan jou: Waarom is dit vrouwelijk? Dan zeg je, Omdat het getalde is mannelijk. Dan is het getalletje 3 van 13 vrouwelijk. Maar nu kan iemand vragen: Waarom heeft dit een fatha en die ook? Dan zeg je, Getallen van 11 tot en met 19 is Mabni ala al En als iemand vraagt waarom is het getelde in de Fatha-positie, dan zeg je: Want het getelde is Tamieze. Ja? Oké, okay. nummertje 6. Fi medinati. In deze stad zijn er 14 moskeeën. dan. Oké. Okay. Nou, wat is het getelde? Masjidan. Die schrijf ik eerst op. Masjidan. Nou, masjid is mannelijk. Dus die tiental wordt ook mannelijk. Ashara. En dan kijk ik naar de eental. Dat is een vier. Nou, vier wordt dan tegenovergestelde qua geslacht. ar Baata. دوس في هذه المدينة أربعة عشرة مسجدا نخاونا yeah. ثمن, ثمن هذا الكتاب سيفتين ريال the price مضاف هذا الكتاب اسم مضاف إليه the price of this ريال ريالا okay. Riaal, dat is het getelde. Dat schrijf ik eerst op. Ri, len. Oké, okay, die is mannelijk. Dan wordt het tiental ook mannelijk. a ra. Dan nou kijk ik naar het getalletje 7. Nou, van 3 tot en met 9 is tegenovergestelde. Dan wordt het saba. ثمن هذا الكتاب سبعة عشر ريالا The price of this book is 17 ريال ديت موش اخلك في هذا الكتاب 20 درسا In dit boek, الكتابي, in dit boek zijn er twintig lessen. Oké. Okay. Nou, twintig. Nou, daar hoef je niet te kijken naar mannelijk of vrouwelijk. Die kent maar één vorm. Ischroene. In dit boek ischroene darsen. Ischroene darsen. En dan negen. Fisanati in het jaar. Sana betekent jaar. In het jaar zijn er twaalf maanden. Shahran. Oké. Okay. Shahran is het getelde. Dus dat schrijf ik eerst op. Shahran. Oké. Okay. Shahran is mannelijk. Dus het tiental wordt ook mannelijk. Ashara, En dan. 12, hey, 1 en 2 komt ook overeen qua geslacht. Dus, isna. Alleen dit is Hamzatul Wasal, dus die gaat weg. Zo. Dan wordt het. Fisanatisna Ashara shahran. In het jaar zijn er 12 maanden. Oh, en dit moet ik in het rood opschrijven. Hè? Dan is het cons consistent. Zo. Is na goed, dan gaan we naar de tiende oefening. Lees het volgende: leer de rangtaal, woorden het Awwalu Auwalu, is eerste, het darsu thani, de tweede les, het darsu الدرس الثالث the de derdeles الدرس الرابع the vierdeles الدرس الخامس the vijfdeles الدرس السادس the zesdeles الدرس السابع the zevendeles الدرس الثامن the achtsteles الدرس التاسع the negendeles الدرس العاشر the tiendeles dit zijn de rangtaalwoorden en als het goed is kennen jullie die al want die zijn we eigenlijk al tegengekomen in deel 1 oké okay. Uh, de laatste oefening van deze les, als goed is. Oefening 11. Kwalificeer de volgende naamwoorden met het afgeleide rangtelwoord van het vermelde getal dat voor elk woord staat. Merk op dat de vrouwelijke vorm van awwalu als volgt is: ula. Oké. Okay. Dat zegt hij hier ook: Al-awwalu, Muannasuhu. De eerste. Zijn vrouwelijke vorm ervan is al-ula. Naqulu wij zeggen al-talibul al awalu de eerste student, wat talibatul ula en de eerste studenten. Dus al-ula is de vrouwelijke vorm. Dit is de vrouwelijke vorm van al awwalu Terwijl de overige rangtelwoorden ja, deze, sani, salis, rabi, die worden vrouwelijk door ta, marbuta erachter te zetten. Uh, even kijken waar is mijn pen hier zo. Als je ta, marbuta erachter zet, dan wordt het vrouwelijk. Bijvoorbeeld deze, de vierde. Arra, bi a, to. Zie, dit is ook vierde, maar dan vrouwelijk. Oké, okay, dat, dat moeten we dus doen. Aljo betekent de dag. Dat is mannelijk. Al yawmu En we moeten zeggen achtste. Dus Al yawmu En dan Asa. As Minu. Zie je? De volgende: 3. Atalibu, At de leerling. At uh, Asalisu, salisu, de derde. Atalibu, At salisu, de derde leerling. 10. Dus tiende. Adarsu, de les. Adarsu. En dan al-ashiru. Al al-ashiru. De tiende les. Negen. Asafatu. As Safha betekent bladzijde van een boek. Bladzijde. Bladzijde. Maar die is vrouwelijk. Oké, okay, geen probleem. Wat, wat moeten we zeggen? Negende. De negende bladzijde. Ad-tasi'u, wordt zo ta si Maar dit is mannelijk. We moeten het vrouwelijk maken, want we zien hier ta-marbuta. Nou, geen probleem. Halen we dit stukje weg. Zo. En dan maken we het vrouwelijk. Ta-si-a-tu. Zie je? Dan wordt het vrouwelijk. Al-juz-u. Juz betekent deel.

Halen we dit weg en dan schrijven we het weer op, maar dan met tamerboeta. Ra, bi, a, ti. Waarom ti? Dit is mausof, dit is sifa. Oftewel, man'oud en naad. Ja? Uh, zes, hier zo. Atali batu, atali At batu. De studenten, de zesde. Nou, vrouwelijk maken. Asa As die su. Maar dit is mannelijk, we moeten het vrouwelijk maken. Nou, dan halen we dit weg. Zo, dan zetten we weer die zin met de fatha en dan komt die ta marbuta. Die krijgen dan. Alpali sa sedisetu, de zesde studenten. Nummertje uh, uh, volgende, dus uh, zevende. De zevende huis. البيت السابعة سابعة سي كيف مخلاك فراولك خمان فوقنا الغرفة دكامر الغرفة مدام فايفدة الخامسة الخامسة To. Kijk, mannelijk is Chamisu. Dus Al-Cha-Misu. Maar als je vrouwelijk wil maken, dan moet je twee dingen doen: die laatste letter geef je Fatha. En dan plak je hierachter de Ta-Marbuta. Chamisu. Zo maak je van mannelijk vrouwelijk. En dan nummer twee: Hier zo. al juz u, En dan een twee: de tweede. الجزء الثاني الجزء الثاني ديت تيسن شدة يا شدة من تفتحة الجزء الثاني ديت تفيد ده اوكي ناو اوكي كارس نوخن اوفنين اوفنين تبع الف ناو ده يسلسي بس وفيو اوفنين ها De docent richt aan de studenten vragen die gevormd zijn uit Alaysa Kazalika. Niet waar? Is dat niet zo? En de studenten geven hierop antwoord met bala. Jawel. Oké, okay, dus nu, uh, nummer 1. Anta min al hindi, Alaysa Kazalika, jij bent uit India. Is dat niet zo? Dan zeggen de studenten bala, ja. Nummer 2. Anta maridun, jij bent ziek. Is dat niet zo? En dan geeft zij als antwoord: Bala. Dat is opdracht 12. En dan opdracht 13. Eyouhuma, wie van de twee? Of welke van de twee betekent het? De docent wijst naar twee studenten en zegt: Dit zijn twee studenten. Wie van de twee is langer? Hazani, Talibani. Eyouhuma, Atwal. En de leraar wijst naar twee boeken en zegt: Dit zijn twee boeken. Hazani kitabani. Eyuhuma ajmalu. Welke van de twee is mooier? Enzovoort. Oké, okay. dat is dus opdracht 13. Al kalimatul jadidatu. De nieuwe woordjes: Mahja'un is slaapplaats. Meerfat is Mahajiru. Dit is Germansarif. Kawkabun, Kaukabun was volgens mij een ster. Kawakibu is sterren. Wasi'un betekent ruim. Fari'kun betekent een team, Furu'kau is meervoud. Shaki'kun wil zeggen jouw echte broer van dezelfde vader en moeder. Dus volle broer, broer moet ik zeggen, geen half broer. Ashikau is meervoud. Thaman'un is uh, waarde of prijs. Dat kan ook. Alam betekent wereld. Shahrun is de maand. Uh, een maand bedoel ik. En Shuhur is een meervoudvorm. Je kan ook zeggen Ashhurun. Dat is ook een meervoudvorm. Shahirun betekent beroemd of bekend. La'ibun, een speler. La'ibuna is meervoud. Filmanami, in de droom. Al-Azhar, dat is een universiteit in Cairo. Op de volgende bladzijde begint les 4. Dus hiermee hebben we les 3 afgerond. Nou, zoals jullie hebben kunnen merken, zijn de lessen in deel 2 langer dan de lessen in deel 1. Vandaar dat ik, bij, uh, dat ik bijna bij elke les twee filmpjes moet opnemen. In, de, in het eerste filmpje doe ik dan de les vanuit het Nederlandse uitlegboek. En in het tweede filmpje doe ik dan. Dezelfde les, maar dan vanuit het Arabische tekstboek. Ja? Maar als het voor jullie te lang is, dan kan je, hè, dat is het handige van filmpjes, kun je pauzeren en dan op een later moment doorgaan. Nou, blijf doorzetten, blijf herhalen en oefenen. En weet, oefening baart kunst. En weet, aan het einde van de rit kan je, heb je een hele mooie basis gelegd voor je Arabische taal. Heel veel succes. Mocht jullie vragen hebben, dan hoor ik ze graag en dan probeer ik ze zo snel mogelijk te beantwoorden. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته